Al jarenlang is het programma Meester Frank Visser doet uitspraken vaste waarde op de Nederlandse televisie. Het succes van het programma wordt mede gedragen door de charmante en deskundige presentatie van de rechter zelf, Meester Frank Visser. Toch kreeg hij dit jaar te maken met een zwaar persoonlijk verlies dat zijn leven op zijn kop zette. Zijn geliefde echtgenote Margot overleed in mei van dit jaar na een lange strijd tegen de ziekte van Alzheimer. De twee waren maar liefst 45 jaar getrouwd, een huwelijk dat hun leven jarenlang samen vorm gaf. Het verlies van zijn vrouw heeft diepe sporen achtergelaten bij de 73-jarige rechter, maar volgens zijn tv-collega Victor Brandt, die regelmatig naast hem te zien is op de televisie, gaat het naar omstandigheden goed met hem. Brandt sprak hierover openhartig in de Koen en Sander Show op de Nederlandse radio, waar hij vertelde over de impact die het overlijden van Margot op meester Visser heeft gehad. Zoals je je kunt voorstellen, is het een enorm gemis als je zo lang met iemand samen bent geweest, zei Victor Brand. Het is logisch dat zo'n verlies diepe emoties losmaakt. Ondanks het verdriet dat onvermijdelijk is na zo'n lange tijd samen, heeft Meester Visser besloten om niet stil te blijven zitten. Waar veel mensen op zijn leeftijd misschien zouden kiezen voor een rustig pensioen, heeft hij ervoor gekozen om door te gaan met het werk waar hij zoveel plezier aan beleeft. Victor Brand benadrukt dat Meester Visser het televisieprogramma niet alleen blijft doen omdat hij zich daarmee kan afleiden van het verdriet, maar ook omdat hij oprecht geniet van wat hij doet. Het werken met een jong en dynamisch team geeft hem de energie om door te blijven gaan. Brand legt uit, hij vindt het geweldig om met zijn team aan het programma te werken. Dit geeft hem vreugde en kracht. Ondanks de moeilijke periode heeft Meester Visser zichzelf dus niet laten verlammen door verdriet. Integendeel, hij heeft besloten om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan, en dit heeft hem zichtbaar goed gedaan. Het programma biedt hem de nodige afleiding en zorgt ervoor dat hij iets kan doen waar hij zijn hart en ziel in kan leggen. Victor Brand vat het mooi samen: na zo'n verdrietige gebeurtenis heeft hij ervoor gekozen om afleiding te zoeken in het werk dat hij het liefste doet. Daar wordt hij gelukkig van. Meester Frank Visser laat hiermee zien dat zelfs na een groot persoonlijk verlies het leven verder kan gaan en dat de liefde voor je vak een helende werking kan hebben. Met zijn vastberadenheid en inzet blijft hij een inspiratiebron, niet alleen voor zijn kijkers, maar ook voor zijn collega's en iedereen die met een vergelijkbaar verlies te maken krijgt.